In mei vorig jaar ging het nieuwe evenementenbeleid van start. Een mooie nieuwe locatie en één buiten de stad. Strengere geluidsnormen, nieuwe regels voor milieu en duurzaamheid. En ook werd er per locatie een profiel opgemaakt. Maar de nieuwe nota maakt het nu juist ingewikkeld. Het Amsterdams Verbond in Geuzeveld dreigde zelfs niet door te gaan. Zo'n locatieprofiel is vorig jaar op de ene manier geïnterpreteerd en nu kennelijk op een manier waarop het festival niet past. Nou, dat is natuurlijk wel onredelijk, want daar kun je als ondernemer ook helemaal niet op voorsorteren. Amsterdamse Bond gaat nu met aanpassingen alsnog door. Gek vindt Jonas van Lammeren van de Partij voor de Dieren. Hij zegt dat de regels nog strenger mogen en beter moeten worden gehandhaafd. Vergunningen worden te laat aangevraagd en als ze dan geweigerd worden is er een probleem. Maar wat je ook ziet is keer op keer dat dit festivalcollege dan toch weer mogelijk gaat maken om het festival te laten plaatsvinden. Zonder dat dan Amsterdammers, die er gewoon oprecht last van hebben, nog bezwaar kunnen maken of inspraak kunnen doen. Ook Funtige Deuntjes zit in de problemen. Zij hebben nu helemaal geen locatie. Nadat hun locatie, N1, uit de nota werd geschrapt en Amstelveen geen vergunning wilde verstrekken voor het Amsterdamse Bos. En dat vindt D66 dan weer te ver gaan. Nou, het is natuurlijk niet goed als een festival wat gewoon al een paar jaar in Amsterdam is, zo laat pas te horen krijgt. Als de artiesten al zijn ingehuurd, als de kaartjes al zijn verkocht, zo laat pas te horen krijgt. Maar je ziet toch, ja, die afspraken die op dat moment zijn gemaakt, bijvoorbeeld N1, evenemententerrein in Westpoort, wat nu niet doorgaat, dat een aantal van die afspraken toch wel op losse schroeven staan. En dat vind ik toch wel zorgelijk, want dat was ook juist bedoeld voor de rust in de stad. Beide partijen vinden het dus een rommeltje. Eind van het jaar worden de nieuwe regels geëvalueerd. Maar dat is volgens hen veel te laat. Ik verwacht wel dat de burgemeester met een alternatieve oplossing komt voor het niet doorgaan van het N1-terrein. En dat daar gewoon een nieuw terrein komt. Deze nota moet van tafel. Er moet een betere nota komen waarin geluid en overlast veel meer wordt beperkt. En waar het ook veel duidelijker is voor festivalorganisatoren waar ze aan toe zijn. Want ook zij hebben hier last van.